zonneschijn. Klom ik op een trappetje door het raam. Kom zij en je lacht. Een samen naar schoolklas is een klas voor kinderen met diverse handicaps binnen een reguliere basisschool, waarvan wij, Stichting LIS, er één van zijn. Ik ben Esther de Bruin. Ik ben moeder van 3 kinderen en tante van een meervoudig gehandicapt nichtje LIS. En ik heb Stichting LIS opgericht. Er zijn inmiddels 16 samen naar schoolklassen, verspreid door heel Nederland. En wij zijn gevestigd in Nijmegen. Ja, ik ben Carlijn Michel-Merks, moeder van 3. Waarvan 1 meisje met het syndroom van Down, ons Liesje. En we hebben heel bewust voor deze samen naar schoolklas gekozen, zodat zij optimaal gestimuleerd wordt in haar ontwikkeling. Lies zit heel goed in haar vel, gaat heel graag naar school toe. En dat is gewoon, geeft als ouder gewoon een heel prettig gevoel. Dat je je kind gewoon in goede handen achterlaat. Applaus! Het is heel erg belangrijk dat wij in een gewone school zitten, omdat kinderen met en zonder beperking elkaar dagelijks ontmoeten, samen spelen, samen leren en samen opgroeien. En zo hoort het gewoon te zijn. Ik ben Joy Brattinga, ik ben directeur van basisschool De Geldershof. Het feit dat er kinderen van LIS in onze school zijn, dat brengt ook een stukje ontwikkeling voor de kinderen zonder beperkingen in onze school. Omdat het bij hun een zorgzaamheid oproept, een gevoel van verantwoordelijkheid, van wij kunnen misschien nog wat meer dan anderen zorgen dat de kinderen van LIS en alle kinderen zich hier fijn voelen en dat we samen met elkaar een goede gemeenschap vormen. De Samen naar schoolklas is geholpen bij de opstart door NSGK, waardoor wij spullen hebben kunnen kopen, materialen voor de kinderen, anders was het niet gelukt. We vangen 7 kinderen op maximaal en we hebben nu al een aantal kinderen op de wachtlijst staan, waardoor we dus nu bezig zijn om een 2e klas te gaan openen. Eigenlijk zouden alle scholen een samen naar schoolklas in hun school op moeten nemen. Omdat het zo waardevol is, niet alleen voor de kinderen van deze school, maar voor iedere school en voor elk kind.